Mijn naam is Christa, Man of the Match van Adecco. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag in Waalwijk bij RKC. En waarom ben ik nou bij RKC? Nou, RKC is deze zomer gepromoveerd naar de Eredivisie. En ik ga vandaag Ruben Rijpma volgen. En Ruben werkt op de marketingafdeling van RKC. En hij doet ook veel met de pers. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij vandaag voor mij in petto heeft. Hey Ruben, leuk dat ik hier vandaag bij je mag zijn. Van harte welkom. Wat is jouw functie bij RKC? Ik mag me bezighouden met media, marketing, communicatie. Dus dat is online, offline communicatie, perszaken. Best wel divers, dus erg leuk. Ja. Naam is van alles eigenlijk. Als je het zo van vijfde kan zeggen, ja. Ik denk dat je dat wel zo kan betitelen. En ik ga jou vandaag helpen. Ja. Wat gaan we doen? Nou, we zijn natuurlijk gepromoveerd, zoals iedereen wel heeft meegemaakt. We spelen van het weekend een thuiswedstrijd. En ze staat van ons op de planning, dus ik denk dat ik jou lekker aan het werk ga zetten en ons kan helpen bij de voorbereiding. Cool. Maar je zei net al iets, jullie zijn gepromoveerd. Ja. Dat was een mooie wedstrijd. Ja, die wedstrijd zal ik van mijn leven niet vergeten. Nee, dat was tegen Go Ahead Eagles. En voor onze kijkers, ja, ik kom uit Zwolle, dus ik ben wel voor jullie gejuicht hoor. Ja, heel goed. Ja. Er zaten heerlijke stoelen daar op de tribune. Ja. En ik zie ook echt een heel mooie grasmat hier achter me liggen. Ik geloof dat daar nog een mooi verhaal achter zit. Ja, jij doelt natuurlijk op onze vriend Frankie. Zeker. Ja, precies. Nou, hij heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Ja. En voor hem mooi, maar voor ons ook. Omdat hij natuurlijk in onze jeugdopleiding gespeeld heeft. Samen met Willem II. Dus wij hebben daar een mooi cadeautje aan overgehouden. Wat er wel voor geresulteerd is dat we wat dingen extra of in een versneld proces konden doen. Waaronder businessstoelen, gras. Kijk, die ideeën waren natuurlijk allemaal, dat hadden we al als plan. Of we nou zouden promoveren of niet. Maar ja, het kan nu allemaal even extra snel en... Heb je even die extra buffel om dat soort dingen tuurlijk, te doen? Ja, tuurlijk. Om extra leuke dingen te doen. Ja. De dilemma's. Ja, voor? Laat maar komen. Oké. Okay. Kampioen worden van de Eredivisie met RKC of communicatiemanager bij FC Barcelona? Het begint wel gelijk met een lastige vraag. Zeker. Kampioen worden met RKC de Eredivisie. Ja? Ja. Kunstgras of gewoon gras? Gewoon gras. Simpel. Ja. En die zien we hier ook niet. Ja, precies. Als ik nou een ander antwoord zou geven, dan zou je niet blij mee zijn. Ja. Ik stond net samen met Ruben op het gras, op het voorste stukje. Maar er staat een heel mooi bordje dat je eigenlijk niet op het gras mag staan. Toch eens kijken wat er gebeurt als ik het wel doe. Want deze open is, dan klim ik er gewoon overheen. Wow. Kijk, dit bord bedoelde ik. Het veld niet betreden, maar ja, ik wil natuurlijk even kijken of het echt gras is. Ja. Christa, ik krijg een berichtje van de lokale omroep. Die zou ik graag verslag willen doen zondag. Kun je alsjeblieft twee dienstkaarten en parkeerkaart opsturen? Ja, zeker. Ga ik doen. Dankjewel, dan berichten dat ze kunnen komen. Ja, cool. Ruben, wat gaan we doen? We gaan kijken nemen in onze toekomstige e-sportroom. Ja. Oké. Kom verder, ja. Hier? Ja, die is al hier gebouwd geworden. Dat was het. De elementen staan er al. Kom verder. Cool. Die zijn er al, alleen we gaan hem nu nog inrichten. Dus we zijn al bezig met ontwerpen, maar ik heb eigenlijk wat vrouwelijk advies nodig. Dus als je mee zou willen kijken en advies zou willen geven, graag. Zeker, oké. Okay. Ja? Waarop? Ja. Oké, dus dit is het ontwerp? Ja, de eerste versie zie je hier. Ja? Oké, okay, cool. Dus dit wordt de e-sport room van RKC. Ja. Ja. Nou ja, dat zie je wel, want het zijn veel van RKC, super cool. Mm-hmm. Ik vind vooral die tribune echt heel leuk. Ja, bij e-sport en ook bij sports wordt natuurlijk fans. Dus die willen elkaar een plekje geven, klopt. Ja, vet. Het enige wat ik mis is... Een bar of iets. Ja, die heb je natuurlijk niet gezien op het plattegrond. Dus goed dat je de vraag stelt. We hebben er uiteraard over nagedacht. Het staat hier niet op het plattegrond, maar hier in de ruimte. Dus je kunt daar de hoek om. Als je daar straks eens een kijkje neemt, dan zie je dat daar voldoende gelegenheden zijn om een koelkast neer te zetten of mensen te voorzien. Oké, okay, dus daar is wel over nagedacht. Nou Ruben, dat was hem dan. Ja. Dankjewel dat ik vandaag met je mee mocht lopen. Ja, leuk dat je er was en dat je een kijkje hebt kunnen geven bij een Eredivisie club. Ja, zeker. Ja, pas sinds dit jaar. Hè. Dus zorg dat je erin blijft. Daar gaan we ons best voor doen. En dankjewel. Graag gedaan. En houdoe zeggen we dan. Houdoe. Doei. Nou, ook dit is werken in de voetbalwereld. En ik ben heel erg benieuwd waar ik de volgende keer terechtkom. Heb jij nou nog leuke ideeën? Laat het dan even weten in de comments. Want wie weet ga ik dan voor jou op onderzoek uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei.